Maatschappij 2, thema jongeren. Hoofdstuk 3, cultuur. In Nederland delen we allerlei waarden, normen en ideeën. Veel dingen zijn ook typisch Nederlands, zoals bijvoorbeeld het vieren van Sinterklaas, dat we in de winter allemaal gaan schaatsen en dat we Koninginnedag vieren. Verder vinden we in Nederland allerlei waarden en normen belangrijk, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst. Eigenlijk vinden we dat je mag doen wat je wilt, zolang je de ander altijd maar respecteert. Toch kun je de vraag stellen, is iedereen hetzelfde? In Nederland is de Nederlandse cultuur de dominante cultuur. Maar wat is een cultuur eigenlijk? Een cultuur is een groep mensen met dezelfde waarden, normen en gewoonten. Toch kun je ook zeggen dat iedereen anders is. In Nederland kennen we heel veel subculturen. Hiphoppers, rappers, reggae, nerds. Je kunt het zo gek niet bedenken. Eigenlijk overal is wel een subcultuur van. Maar ook bijvoorbeeld etnische minderheden vormen een subcultuur. Surinamers, Marokkanen, Turken enzovoort. Toch maken ze ook allemaal deel uit van de Nederlandse cultuur. Een subcultuur is dus de cultuur van een kleine groep mensen. Iedere groep heeft een eigen cultuur. Vooral bij jongeren zie je heel veel verschillende jongerenculturen. Ze horen vaak bij een groep. Meestal is dat op bijvoorbeeld muziekstijl, sport of een andere interesse. Daarnaast kennen we ook veel bedrijfsculturen. In een bepaald bedrijf heerst een bepaalde cultuur, zoals elkaar met u aanspreken bijvoorbeeld. En ook zit er bijvoorbeeld al een verschil in culturen in je woonplek. Zo zit er bijvoorbeeld al een verschil van cultuur tussen Meppel en Hogeveen. Terwijl dat hemelsbreed maar 25 kilometer uit elkaar ligt. Er zijn dus heel veel cultuurverschillen. Cultuurverschillen gaan vaak over fatsoen. Dus wat vind je wat goed en of slecht is, hoe je je hoort te gedragen. En het niet houden aan fatsoensnormen is niet strafbaar in Nederland. Even een voorbeeld. Hier vond afgelopen zaterdag de confrontatie plaats tussen de Tilburgse imam en minister Verdonk. Hij wil haar geen hand geven. Waarom niet? Ja, dat is wel waar. Dat meen ik. Net als gelijk met u? Ja, dat is net, maar dan mocht ik niet hand met de vrouw geven. Nou, dan zo genoeg om over te praten, denk ik. Ja. Zo zie je dat er ook heel veel verschillen zijn, bijvoorbeeld tussen verschillende geloven. En elk geloof heeft zijn eigen waarden en normen. En Nederland is een vrij land, dus je mag zelf bepalen welke normen jij volgt. De een is niet beter dan de ander. Wel zijn er verschillen.